Ik ben Hanne. Ik studeer kinderlijke therapie aan de Universiteit van Hasselt. In mijn vrije tijd geef ik scoutleiding aan kinderen met mentale of fysieke beperking. En ik loop heel graag. Ik woon in Antwerpen en ik studeer in Diepenbeek. Waarom? Voor het zeswekensysteem. Ik heb er altijd al hard voor moeten werken. Aangezien dat ik dyslexie heb, is voor mij studeren niet altijd even evident. Maar op die manier bleef het toch in blokken komen die elke keer terug een nieuw beginnen, een nieuw einde halen, waardoor het geen enorme stapel werd. In mijn eerste jaar, mijn eerste twee vakken liepen dus niet zo vanzelfsprekend, want mijn notas, daar had ik niet zoveel aan. En ik merkte dat het heel moeilijk was om bij te blijven. En mijn eerste vak was ook niet zo succesvol geweest. Mijn tweede vak sloeg terug een beetje tegen. Daar was ik dan al hogere punten, omdat ik dan dankzij iemand notas had gekregen en uit die notas had kunnen studeren. Maar na mijn twee eerste blokken had ik zoiets van nee, ik zit niet meer zitten. En dan heb ik ook bij studiebegeleiding geweest om eigenlijk met de vraag van ik kom mij uitschrijven voor een vak. En die persoon zei van nee, sorry, ik ga je niet uitschrijven. Er zijn andere opties, we gaan samen uitzoeken. Hoe dat je er wel door kunt geraken. En elke keer als er een tegenslag was of een prof die niet mee wou of ja, of ik zelf die dit even niet meer zag zitten of die, dat, dan zei die terug van kom, dat gaat nu lukken. En zo ben ik er door geraakt uiteindelijk wel, denk ik. Dat is dus mijn recorder. Dat is een toestelletje dat de stem van een prof vastlegt op het moment dat hij in een aula eigenlijk zijn les aan het geven is. En op die manier kan ik eigenlijk opletten terwijl hij in de les aan het vertellen is. En kan ik, als ik op mijn kot kom, toch nog proberen met dit audiobestand aan notas te maken waar ik dan achteraf naar terug kan. Door het feit dat ik dyslexie heb, zijn er wel een aantal dingen die voor mij niet zo vanzelfsprekend zijn. Zoals een meerkeuze-examen afleggen. Met behulp van een voorleessoftware kan ik eigenlijk mijn meerkeuzevragen laten voorlezen. Op die manier kost het begrijpen van wat er gevraagd wordt al veel minder energie. En kan ik ook gewoon examen afleggen zoals elke andere student. Voor mij zijn dat wel de dingen die ervoor zorgen dat ik de dag van vandaag kan studeren. Onafhankelijk van andere mensen. Met behulp van ja, technische dingen uiteindelijk. Hè. Want een laptop, een recorder, een voorleessoftware. Wat ik nu wel graag zou willen bereiken op de UNIF, is ja, buiten natuurlijk mijn eigen diploma halen, is ook gewoon naar andere studenten toe met leerstoornissen, dat er wel opties zijn. En als er effectief hulpmiddelen zijn die ervoor kunnen zorgen dat je onafhankelijk kunt studeren, dat bespreekbaar is. Ik denk dat dat voor mij hetgeen is dat ik graag wil bereiken, is dat een student die achter mij komt, ja, niet meer naar voren moet gaan en moet gaan uitleggen van dit is mijn faciliteit en mag het alsjeblieft. En, maar dat dat eerder iets meer vanzelfsprekend wordt. Mijn faciliteiten zijn mij ook gewoon te veel waard. Op het moment dat ze mij die afnemen, ja, is studeren aan de UNIF voor mij gedaan. Hè.